Welkom bij de presentatie van mijn muzikale vriend Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Rudolf, een heel muzikaal rendier. Hij houdt van zingen en hij houdt van dansen. En hij heeft maar liefst 5 liedjes voor u ingestudeerd. Nou, mocht u nou zeggen van, ik vind het zelf ook leuk om te zingen, bijvoorbeeld karaoke te zingen. Nou, dat kan namelijk ook met deze Rudolf. Want u krijgt er een microfoon, die krijgt u erbij geleverd, deze microfoon. En wanneer u wilt, kunt u zelfs hier nog een mp3-speler of een cd-speler hierop aansluiten. Ook hier zijn voor de benodigde kabeltjes bijgeleverd. Rudolf is 1,75 is die hoog. En hij heeft onder andere een bewegingsmelder. Maar we hebben ook hier vooraan, hier beneden, daar hebben we een rode knop waar we Rudolf ook mee kunnen bedienen. Maar wat wel leuk is, op het moment dat je dus Rudolf ergens hebt staan, loopt iemand voorbij, dan doet hij zijn kunstje. En dan begint hij leuk te zingen. En zo heeft hij 5 liedjes ingestudeerd. Nou, kijk eens. Leuk. Zijn gezicht beweegt. Zijn buikje beweegt. En uiteraard ook de benen hier die dansen mee. Wil je nou een ander liedje horen? Geen enkel probleem. De rode knop hier beneden. Daar druk je op. En dan is hij stil. Druk je hier nog een keer op. Dan begint hij met een ander liedje. Nou, u begrijpt inmiddels het hele verhaal wel. 5 verschillende liedjes heeft u hierin zitten. U kunt natuurlijk gezellig dan allemaal meezingen. Maar nogmaals, we hebben ook een karaoke-functie. We hebben hier de microfoon. Hierachter, daar schakelen we om. Op de microfoonstand. En dan gaat Rudolf, zoals u ziet, hier gaat hij gezellig met u meepraten of meezingen. Ik zal u het zingen van mij, dat zal ik u besparen. Maar u ziet in ieder geval wel dat het mondje allemaal meebeweegt. En wanneer u daar ook nog weer een microfoon op aansluit en een cd-speler met een mp3-speler, dan danst hij ook nog weer gezellig mee. Nou, de rest, dat mag dan wel duidelijk zijn, maar het opbergen. Mocht u zeggen van eigenlijk vind ik Rudolf te groot, kunt u er namelijk ook een tafelversie van maken. Dat is heel simpel door Rudolf naar beneden toe te drukken. Hoppa, klik. En dan zit hij namelijk vast. En zo kan hij dus ook bijvoorbeeld op een tafel staan en dan heeft hij dezelfde functies nog. Mocht u hem uiteindelijk willen opbergen na de kerstdagen, dan trekt u zijn hoofd eraf. En dat bij in de doos en klaar. Mocht uiteindelijk na een jaar Rudolf weer tevoorschijn moeten komen. Hier heb je dus een knop. Daar draai je een kwartslag. En dan komt Rudolf weer tevoorschijn. Het hoofd gaat er uiteindelijk weer bovenop. En dan doet Rudolf het weer. En dan wens ik u heel veel gezellige fijne kerstdagen samen met Rudolf the Red-Nosed Reindeer.